Ik vind de lessen super leuk, omdat ik goed voor mezelf kan werken. En we doen leuke praktische opdrachten, dus we maken films of we doen knutselen. En de uitleggen zijn ook niet zo lang, dus ik kan gewoon goed mijn concentratie erbij houden. Nou, ik vind het heel erg leuk, want we hebben heel veel verschillende profielen en we doen heel veel leuke activiteiten. En ik vind het gewoon heel erg fijn dat ik hier mijn creativiteit kan uiten. En je hebt best wel een goede band met je docenten, want ze kennen jou goed en jij kent hun ook goed. In de eerste werkten we met verschillende niveaus, dus dan deden een paar mensen HAVO-opdrachten, zodat ze door konden stromen naar HAVO. Maar nu doen we dat niet meer en kan je na de vierde doorgaan naar HAVO als je dat zou willen. Nou, ik krijg heel erg goed hulp, want ik heb dyslexie. En bij toetsen krijg ik 10 minuten extra tijd om goed de vragen te lezen. Maar ik kan ook ervoor kiezen om voorgelezen te worden. En daar krijg ik de ruimte in om te kiezen of ik het wel of niet wil. Dus bijvoorbeeld bij een Nederlands leestekst, daar kan ik ervoor kiezen om voorgelezen te worden, zodat het makkelijker gaat. Maar bijvoorbeeld bij wiskunde, daar ben ik dan weer heel goed in. En dan krijg ik extra uitdaging. De docenten helpen mij hier op het OVMZ doordat ik altijd naar ze toe kan komen. Ik heb bijvoorbeeld 2 mentoren, dat zijn mijn vertrouwenspersonen. En als er iets is, dan ga ik naar hen toe en dan helpen ze me ermee. Ja, onze school is gewoon superleuk.